Stichting Gemers Landschap stelt zich ten doel de natuurwaarde zoveel mogelijk te behouden en te verhogen in Gemert, Handel, Mortel en Elsendorp. Men werkt intensief samen met verenigingen. Verenigingen, stichtingen en werkgroepen uit verschillende omliggende dorpen, waarbij een centrale rol wordt gespeeld door de gemeente Gemert. De doelstellingen van Stichting Gemers Landschap zijn: beheer houtwallen en bosranden, ecologisch beheer berm- en akkerranden, kleine landschapselementen, poelen graven en onderhouden, beheer vlinderweiden, onderhoud en beheer wandelroutes. Tussen Gemert en Erp ligt een natuurgebied wat voorheen een verwaarloosde berm was. Door inzet van de stichting in samenwerking met de gemeente Gemert kreeg de natuur weer kans zichzelf te ontwikkelen. De grond werd op professionele wijze bewerkt. Bomen en struiken die vroeger in het gebied aanwezig waren, werden gezaaid en ingeplant, zoals de Gelderse roos. De grote klis die op een natte biotoop ontstond, is opnieuw nectar voor bepaalde insecten. Wat spontaan groeide was het koninginnenkruid, een van de beste kruiden voor insecten. Stichting Gemers Landschap herstelde de flora en fauna in dit gebied. In het verleden werden de akkerranden vaak door de agrarische sector toegevoegd aan hun percelen. Dit om te veel wilde plantengroei te voorkomen. Door het beleid van de gemeente en de stichting in samenwerking met eigenaren van de percelen werd de natuurwaarde van deze akkerranden verhoogd. Vergrassing is daarbij het probleem wat aangepakt dient te worden. Zo kan ook hier de flora en fauna zich opnieuw ontwikkelen. Ridderzuring en brandnetel is een wildgroei die ontstaat door overbemesting van akkerranden vanuit de aanliggende percelen. Het toepassen van verschraling had tot gevolg dat deze wildgroei verdween. De randen werden opnieuw ingezaaid, wat een bloemenzee tot gevolg had. Vogels zoals patrijzen en veldleeuweriken voelen zich weer in deze akkerranden thuis. Door een ecologisch bermbeheer van de gemeente Gemert ziet men een hoge natuurwaarde terug bij bijvoorbeeld de Zuid- en Westom. De gehele zomer worden deze bermen gesierd door een rijkdom aan flora en fauna. Dit wordt bereikt door het verschralen van de grond en het 2 keer per jaar maaien en afvoeren. Een aantal jaren geleden bevond zich hier een vuilstort plaats.
Deze is nu omgetoverd tot een houtwal waarin Brem overheerst. Het zaad van Brem blijft ongeveer 70 jaar in de grond aanwezig. Het is een rijke voedselbron voor insecten en vogels. De jonge twijgen worden door hazen, konijnen en reeën gegeten. De stichting probeert zoveel mogelijk houtwallen te verbeteren, waardoor de natuurwaarde stijgt. Afzetten van deze wallen wordt daarbij tot hun taak gerekend. En wanneer nodig wordt er hersteld of bijgeplant ter bevordering van de flora en fauna. Ook aan de Peeldijk in Handel is een stukje braakliggend terrein dat in het verleden ingezaaid werd door de Stichting Natuur en Milieu Handel. Men heeft getracht de natuurwaarde te verbeteren. Door toedoen van de ruilverkaveling Gemert Bakel zijn veel linten in het landschap verdwenen. Dit lint in Gemert is gerealiseerd in samenwerking met de stichting Handelse Bossen, Brabants Landschap en eigenaar van de aanliggende percelen. Er werd machinaal gegraven en gespit. Vele vrijwilligers planten de bomen en struiken, waarna de natuur zichzelf ontplooide. Het karrespoor is bij uitstek geschikt voor het wandelend publiek. Ook in dit gebied werd voorheen veel vuil gestort. Stichting Gemert Landschap ruimde het vuil op, zodat bepaalde bloemsoorten hun weg in de natuur terug konden vinden. Vlinderweiden zijn akkergronden die door de Stichting Gemers Landschap gehuurd worden van particulieren, om ze vervolgens terug te winnen voor de natuur. Dit gebeurt door middel van gelden uit sponsoring. De gebieden in Handel zijn spontaan begroeid. Door verschraling van de grond krijgt het zandblauwtje de kans om te groeien en kleine diertjes de mogelijkheid zich te ontplooien. Het is een kleurrijk geheel van forzelia en mosterdzaad, waar vooral de bijenhoudersvereniging Ambrosius, het Gemert Boekel, zijn voordeel uit haalt. Met het graven en onderhouden van poelen of het bewerken van een particuliere vijver bevordert Stichting Gemers Landschap de rijkdom van planten en dieren in en rond het water. De poelen groeien op eigen kracht uit tot verfraaiing van de natuur. Dit met het doel om als drinkplaats te fungeren voor verschillende soorten vogels en reeën. Ook wordt de stand van bepaalde diersoorten verhoogd, zoals de groene of bruine kikker.
De natuur in en om de poelen wordt in waarde verbeterd, met als resultaat dat de zeldzame porseleinvlinder zich thuis voelt in dit gebied. De poelen hebben eveneens een belangrijke functie in extreem droge zomers. Bij kleine landschapselementen stelt de stichting zich ten doel om kleine bossen met elkaar in verbinding te stellen. Dit om het leefmilieu van de dieren te vergroten. Men denkt daarbij aan het maken van verbindingswegen via sloten door middel van beekhoutwallen. Zodanig dat dieren zich op een beschutte en veilige wijze kunnen verplaatsen. Daarbij is intensief overleg noodzakelijk met de eigenaren van de aanliggende percelen. Tussen Handel en Elsendorp streeft Stichting Gemerts Landschap in samenwerking met het Brabants Landschap en de gemeente Gemert naar erfbeplanting. De stichting heeft er in de loop der jaren naar gestreefd om het verhogen van de natuurwaarde in de gemeente Gemert samen te laten gaan met de recreatie in deze gebieden. Zo zijn er op verschillende plaatsen rustpunten aangelegd. Via deze rustpunten nodigt Stichting Gemerts Landschap de mensen uit om op een natuurvriendelijke wijze kennis te maken met de flora en fauna in de gemeente. De vogelwerkgroep heeft op verschillende plaatsen kunstmatige en natuurlijke nestgelegenheden gecreëerd. Er zijn ook houtmeitjes geplaatst. Dit als schuilplaats voor onder andere muizen, ratten, hermelijnen en wezels. Op de Peeldijk in Handel werd een torenvalkenkast geplaatst, die ieder jaar met succes wordt bewoond. De vogelwerkgroep realiseerde met hun leden bij de afgraving aan de Herenveldseweg een oeverzwaluwwand. Natuur en milieu uit Handel werkt hier met een paal als nestgelegenheid voor bijen in een voor deze insecten voedingsrijk gebied. Plaatste een aantal hutten als observatietorens, dit voor de recreatie en doelbewuste natuurliefhebbers. Tevens hebben de hutten en uitkijktorens een belangrijke functie voor reewildtelling. In sommige bossen past men bemesting toe. Er wordt gebruik gemaakt van bladcompost en kunstmest. Gemert, Handel, Mortel en Elsendorp zijn nog steeds bosrijke gebieden die in een slechte conditie verkeren. De stichting streeft ernaar om door het beter dunnen van de bossen de begroeiingen van onderen te stimuleren. Dit uiteindelijk voor de planten en dieren, maar ook voor de recreatie van jong en oud. Men maakt gebruik van slagbomen
om het storten van vuil tegen te gaan. Dit alles voor een schoner milieu. En om jong en oud zo mogelijk wegwijs te maken in het landschap, zijn er door Stichting Gemers Landschap een aantal wandelroutes aangelegd. De routes hebben een verschillend aantal kilometers en lopen door verschillende biotopen. Goedemorgen. Heeft u een kaart van Wandelroute Stichting Gemers Landschap? Ja, die hebben wij. Dat is het. Alsjeblieft. Dank u wel. Graag gedaan. Stichting Gemers Landschap is voortgekomen uit een groep actieve natuurliefhebbers uit de gemeente Gemert. Deze liefhebbers hebben de handen uit de mouwen gestoken. De stichting werkt met gelden die voortkomen uit sponsoring. Er zijn een groot aantal vrijwilligers werkzaam die alle hetzelfde doel hebben: de natuurwaarde behouden en verhogen in Gemert, Handel, Mortel en Elsendal.